Welkom bij Amstelpolis, uw politieke praatprogramma vanuit de Zuiderkerk. Wie in de bijstand in Nederland zit, moet verplicht solliciteren. En dit gebeurt om fraude te voorkomen. Maar er zijn ook veel langdurig werklozen, meestal 50-plussers, die gewoon niet meer aan de bak kunnen komen. Voor hen geldt nu in Amsterdam een nieuw experiment. Wat neerkomt op vergoeding krijgen op vrijwilligerswerk. En dat geld dat komt bovenop de uitkering. Het experiment staat haaks op de Nederlandse traditie, waarin er wordt gehamerd op zoveel mogelijk zelf solliciteren. Maar goed, we gaan erover hebben. Het experiment is begonnen. En we gaan ook beginnen in dit gesprek. Bij ons zijn aangeschoven Nevin Özutok van GroenLinks. U was voorheen stadsdeelbestuurder in Oost. En u bent pas gekozen als Tweede Kamerlid. Ja, klopt. Gefeliciteerd. Helemaal. En mevrouw Marianne Poot van de VVD, nog steeds raadslid in Amsterdam, still going strong. Nog steeds raadslid, raadslid. Nog steeds raadslid, absoluut. Ja. Nogmaals gefeliciteerd mevrouw Özutok met de overwinning. U gaat de Kamer in, ook gefeliciteerd voor GroenLinks, 14 zetels, van 4 naar 10. Welke portefeuille krijgt u? Dat weet ik nog niet. Dat gaan we pas volgende week, komt de verdeling. En ik heb wel een aantal dingen opgegeven, maar goed, daar moet nog gesprek over plaatsvinden. Okay. Ik verheug me erop. Oké, dan gaan we dat zien. Maar ik heb een brede interessepakket, dus dat komt wel goed. Prima. Mevrouw Poot, ook toch wel een beetje gefeliciteerd naar de VVD met de overwinningsnederlaag die deze week is geboekt. Toch nog de grootste. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, daar ben ik alleen maar ontzettend blij mee. Met de overwinningsnederlaag? Ja, zeer zeker. Wij zijn ontzettend blij met de 33 zetels. Sowieso omdat de afstand naar de volgende partij groot is. En om heel eerlijk te zijn, ook omdat, zoals de VVD het ook zo mooi zegt, het populisme en het verkeerde soort populisme gewoon niet gewonnen heeft. Ja. Daar ben ik heel blij om. Oké. Nou goed, we gaan nu met elkaar praten over een ander onderwerp, nog een lokaal onderwerp. En dat gaat over dit experiment met bijstandsgerechtigden. Het is onlangs begonnen. U in Oost, mevrouw Özutok, voert dat uit. En de eerste vraag even aan u. Kunt u kort vertellen wat het project nou precies inhoudt? Ik zal mijn best doen. Het is best wel ingewikkeld, denk ik, als je niet weet hoe de regeling in elkaar zit en wat er eigenlijk in zo'n wijk aan de hand is. Ik ben juist heel veel vrijwilligers in Oost tegengekomen die wel in de bijstand zitten, maar ontzettend nuttige dingen aan het doen zijn in de wijk. En een van de dingen is dat zij dus nooit echt ook een traject hebben meegemaakt om richting arbeidsmarkt te komen. Maar waarvan je ook ziet, als je doorvraagt, ze hebben zo'n grote afstand tot de arbeidsmarkt. Die lang gekoesterde baan en die erkenning wat je vanuit een baan gaat krijgen. Dat ik wil niet zeggen dat zit er niet in, maar het is in ieder geval niet op voorhand te krijgen. Dus ik ben verder gaan zoeken van, is er nou niet een constructie mogelijk om de prachtige motivatie van deze mensen wat er is. In het vrijwilligerswerk. In het vrijwilligerswerk, maar ook wat meer van continuïteit en wat meer binding te geven. En ook een stukje waardering aan de mensen zelf ook te geven. Dus het gaat inderdaad op mensen met 50 plus. Dat was mijn motivatie om eens daarnaast te kijken van, is dat ook mogelijk? Nou, we zijn erachter gekomen dat je dat in een soort van een constructie en in een coöperatieverband dat onderbrengt. Dan kan een coöperatie als een soort van... Een corporatie, hoe bedoelt u? Een buurtcoöperatie. Buurtcoöperatie, een soort van vereniging. Een vereniging die ook zorgt wat er aan werk is in de wijk. Ja. En die creëert ook werk, dus die ook werk creëert. Wat vanuit de dus ook bijvoorbeeld fietsenmaker, meubelmaker. Mm-hmm. En daar doen mensen dan ook werkervaring. Dus dat is dan nog goedkoper dan een dure reïntegratietraject. En je zorgt ervoor dat er een stukje begeleiding is. Ja. Dus dan creëer je ik zeg het vrijwilligers plus traject. En waarvan je kunt zeggen van oké, kunnen we daar niet eens naar kijken dat we de waardering ook aan de mensen geven die ze ook verdienen. Ja, maar goed, u zegt dus eigenlijk mensen in de bijstand in Oost die in zo'n corporatie zitten en vrijwilligerswerk doen, die geven wij dan een beloning. En wat voor beloning is dat dan? De beloning is dat de vrijwilligersvergoeding iets meer is dan, maar dan het Amsterdamse. Want die Amsterdamse vrijwilligersvergoeding was, daar zat nog, die was strenger dan de landelijke vrijwilligersvergoeding. En het moment dat iemand een opleiding wil volgen, dan is dat op dit moment bijvoorbeeld in Amsterdam maar 6 maanden. Er zijn juist deze groep, die redt het niet binnen 6 maanden om
opleiding te volgen. En, want die moeten echt nog certificaten halen en allerlei aanvullende dingen doen. Dus dat is verlengd naar 2 jaar. Daarbij is het ook nog, er kunnen mensen ook zijn die een eigen bedrijfje willen beginnen. Ja, maar omdat nog even heel duidelijk, maar die vergoeding, hoe hoog is die vergoeding dan? Een bijstand is nu geloof ik 700 of 800 euro in de maand. Wat krijgen mensen er dan bij? Die krijgen dan per jaar, voor die vrijwilligersvergoeding gaat naar 1500. Naar 1500? Ja. Per jaar? Per jaar, ja. Ja, dus dan zouden ze op jaarbasis 1500 euro erbij krijgen boven de bijstandsuitkering. Dus, ja, als een vergoeding voor dat wat als ze als een doen. Vergoeding en een stukje waardering ook te laten zien. Ja. En mevrouw Poot, ik kijk naar u. U heeft er zelfs een persbericht uitgedaan over dit experiment, over dit project. U bent sceptisch als VVD. Waarom eigenlijk? Dit is toch een heel positief verhaal. We zijn zelfs meer dan sceptisch. We zijn hier ook echt tegen. En dat is heel simpel, omdat, kijk, wij vinden de bijstand een heel belangrijk vangnet. En ook een heel belangrijk laatste vangnet. Maar wel tijdelijk, zo snel mogelijk op weg naar een baan. Mm. En in die tijdelijkheid vinden we het eigenlijk heel normaal dat je ook wat terug doet voor de maatschappij en voor je bijstandsuitkering. En dat doe je, dat kan in de vorm van vrijwilligerswerk, daar zijn wij ook ontzettend groot voorstander van. Maar wat de gemeente nu doet, namelijk gaan betalen, zelf als gemeente gaan betalen voor dat vrijwilligerswerk, daar gaat het dan eigenlijk wat ons betreft op 2 punten fout. Het eerste punt is dat je echt een prikkel wegneemt om mensen te motiveren naar betaald werk te gaan. En zeker nu vind ik dat heel ernstig als je kijkt naar de hoeveelheid werk die er is en eigenlijk ook de vraag naar arbeidscapaciteit die er is. En het tweede waarom wij vinden dat dit fout gaat, en dat is misschien nog wel belangrijker, er wordt een hele vreemde ongelijkheid in vrijwilligers gecreëerd. Er zijn vrijwilligers die doen dit inderdaad vrijwillig. En er zijn mensen in de bijstand die doen vrijwilligerswerk. En die krijgen dan opeens betaald door de gemeente. Ja. Nou, dat vinden wij echt een raar voorstel. En om heel eerlijk te zijn, snappen wij ook de SP-wethouder. En om heel eerlijk te zijn, ook GroenLinks niet. Ja. Dat deze ongelijkheid wordt gecreëerd. Dus wij zijn hier tegen. Ja, die prikkel gaan we het zo over hebben, maar die ongelijkheid. Hè? Iemand die dus vrijwilligerswerk doet, die niet in de bijstand zit, krijgt niks. En iemand die wel in de bijstand zit, krijgt het dus wel. Nou, kijk, het is niet zo vrijwillig zoals mevrouw Poot het zegt. Dus op het moment dat je binnen die coöperatie een commitment aangaat om en je committeert om een aantal werkzaamheden te doen, dan start een andere situatie. Als er in andere stadsdelen mensen zijn die ook in zo'n constructie werk creëren en richting arbeidsmarkt ook werken aan hun kwalificaties, wat is daar mis mee? We hebben tot op heden gezien dat juist die prikkels waarvan u zegt, die hebben zich helemaal niet bewezen. Er zijn mensen die al jaren nog geen enkel contact met de gemeente hebben gehad, maar wel contacten hebben in de binnen de gemeenschap waarin ze zitten en in de wijken waarin ze aan het werk zijn. Dus, en als u zegt van ja, dit is vrijwillig, is vrijwillig. Het is niet helemaal vrijwillig. Mensen willen zich committeren aan dit. Dus in die zin is het niet helemaal te vergelijken. Ik heb een Engelse naam ervoor. Ik heb hem community work genoemd. Het gaat echt om werk wat nieuw gecreëerd is in de wijk. Het is ook niet verdringen van andere werkzaamheden. Dit is echt werkcreatie. Dus in die zin denk je van, u zal toch blij moeten zijn. Dat is nou precies wat u wil. Ik vind het ook prachtig. Alleen het rare is, het kost u niks. Het rare is namelijk dat er zijn mensen die zitten in de bijstand en doen werk in uw community. Wat ik echt heel mooi vind. Hè? Want ik ben een groot voorstander van vrijwilligerswerk en met elkaar dingen in de buurt doen. Hè? Vorige week was er de NL Doet-dag. Als je kijkt wat mensen daar allemaal doen, ben ik een groot voorstander van. Maar wat het rare is, mevrouw, dat is niet structureel. Wat het rare is, mevrouw, is natuurlijk, is dat degene die in de bijstand zit en vrijwilligerswerk doet, die krijgt opeens betaald door u. En degene die bijvoorbeeld zoals ik, of zoals u, of zoals u, die ook vrijwilligerswerk willen doen. Want ik doe ook vrijwilligerswerk. U waarschijnlijk ook. Ja. Die wordt dan niet betaald door de gemeente. Dat is toch raar? Maar dan zou je heel flauw kunnen zeggen dat u ook centen wil verdienen aan vrijwilligerswerk. Daar komt het dus blijkbaar op neer. Ja, maar kijk, komt het helemaal niet op neer. Want de essentie van vrijwilligerswerk is juist dat het vrijwilligerswerk is. Ja. En daar heeft u ook gelijk in. Hè? Dus er is absoluut geen sprake van verdringing. Want vrijwilligerswerk
is vrijwilligers. Oké, okay. Mevrouw Uzetok, u mag reageren. Het is net iets anders. U schaart alle vrijwilligers onder hetzelfde kopje. U veegt het allemaal bij elkaar. Er zijn verschillende typen vrijwilligerswerk. Er zijn mensen die enkele uurtjes wat doen, zonder verdere commitment. Er zijn mensen die zeggen van, ik ben alleen inzetbaar voor een bepaalde thema. Maar deze mensen, die vervelen zich thuis. Er is nooit iemand met wie ze contact hebben, die voelen zich niet gewaardeerd, die zoeken naar een extra waarde wat ze wel nog zich in zich hebben, maar die willen zich inzetten. En die doen het, meestal doen het eigenlijk al een beetje, maar die hebben ook iets van verruiming in die regels, van de strenge Amsterdamse regels nodig, om dan ook stappen richting arbeidsmarkt te gaan. U zegt Amsterdam heeft geen strenge regels? Nee, Amsterdam heeft zelfs de meest soepele regels van het hele land, omdat Amsterdam, overigens tegen onze zin in, eigenlijk juist die tegenprestatie niet heeft ingevoerd. Waarom vinden wij nou juist wat voor een tegenprestatie heeft het dan de Rotterdamse methode. Nou, bijvoorbeeld, ja. Maar waarom vinden wij het nou juist zo belangrijk? Ja, exact. Want waarom vinden wij dat nou zo belangrijk, zo'n tegenprestatie? Zo'n tegenprestatie is juist zo belangrijk om te zorgen dat je in het arbeidsritme blijft, dat je dicht bij de arbeidsmarkt komt te staan. En Amsterdam heeft dat niet ingevoerd. En als u dan zegt, mensen kunnen vrijwilligerswerk doen, dat vind ik top. Maar het interessante is, als mensen vrijwilligerswerk kunnen doen, wat mij betreft, en dat heb ik ook zoveel gezien, kunnen die mensen dan ook aan de slag. En uiteindelijk is dat nog veel beter voor het welzijn en voor het welbevinden van mensen dan het doen van vrijwilligerswerk. Wat mevrouw Poot hier dus duidelijk zegt is, mensen moeten dus inderdaad aan de slag en die gaan dan een deeltje van hun bijstandsuitkering daarvoor werken. Daar komt het op neer, zoals het in Rotterdam. En de meeste mensen willen ook graag aan de slag. Mensen willen aan de slag, maar u deelt dus cadeautjes uit blijkbaar, volgens mevrouw Poot. Nee, wat we doen is juist door, kijk, aan de ene kant wordt ook binnen zo'n coöperatie, door het creëren van werk, wordt er ook natuurlijk wat door de coöperatie verdiend. En die kunnen ze dus juist ook die opleiding gaan betalen. Want waar moet die opleiding van betaald worden? Dus je creëert daarmee ook werk binnen de directe omgeving. In zo'n branche. Zo'n branche. Ja. Dat kan tot, ik heb net voorbeeld gegeven van meubel maken, textiel. Er zijn dames die van alles aan het breien zijn. En die denken van, daar kunnen we ook nog eens misschien wat iets creatiefs mee doen. Dus je haalt echt, je creëert echt ander type werk. En de vraag is, hiermee echt de prikkel weg voor mensen om ditzelfde werk te gaan doen, maar dan betaald. En het betaalde werk is er. Het betaalde werk als meubelwerker is er. Het betaalde werk in een naaiatelier is er. Waar, mevrouw? Anders waren deze mensen toch al lang aan het werk gesteld door uw dure reïntegratietrajecten. Dat is niet gebeurd. Maar het gaat om mevrouw Poot, het gaat vaak om mensen die ouder zijn dan 50. Die soms 10, 15, 20 jaar buiten het arbeidsproces hebben gezeten. Al dan niet omdat er misschien wel geen begeleiding vanuit de gemeente was. Yes. Dat is nog duidelijk. Ja. Maar het gaat om mensen die niet meer aan de bak kunnen komen. Nou, en dat is ook hetgene waar ik ook in de gemeenteraad continu voor strijd. Mm-hmm. De VVD weigert om mensen af te schrijven. En dat hoor ik hier ook weer. Ja, maar mensen die ouder zijn, mag ik heel even. En er gebeurt niks met ze. Mensen die ouder zijn dan 50 worden snel door ons al afgeschreven. En het is echt zo onterecht, want mensen ouder dan 50, ouder dan 55, ouder dan 60, op dit moment kan eigenlijk iedereen weer mensen, aan de slag. Dat iedereen kan, laten we dat ook iedereen kan werken motiveren. En dat mensen willen blijven werken, ook tot 67. Er zijn ook ouderen die daar geen problemen mee te hebben. Maar het feit is gewoon dat de arbeidsmarkt laat vaak zien dat oudere krachten niet populair zijn. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja. Natuurlijk. En natuurlijk zie ik dat ook. Maar daar moeten we dus met elkaar wat aan doen. En dat oudere arbeidskrachten minder interessant zijn. Kosten veel geld. Hè? Een van de dingen die we dus echt moeten doen landelijk is dat ontslagrecht versoepelen. Mm-hmm. Maar nogmaals, we mogen vooral mensen die ouder zijn niet afschrijven. En maar zeggen, ga jij dan maar lekker vrijwilligerswerk doen. Ja. Als ik nu naar de regio Amsterdam kijk, is de werkeloosheid ondertussen tot zo'n kleine 4,5% gedaald. We zitten bijna op het punt dat echt iedereen nodig is en dat er een tekort gaat ontstaan aan arbeidskrachten. Dan moeten we toch niet zoiets gaan doen en zeggen, blijf lekker in de bijstand. U schrijft de ouderen af. Wat we moeten doen is juist af. Absoluut niet. Dit is juist hartstikke goed dat ouderen weer stapje voor stapje richting die arbeidsmarkt
gaan. Ik denk dat mevrouw Poot echt niet weet hoe die arbeidsmarkt in elkaar zit. Arbeidsmarkt werkt zo, de meeste met de glanzende opleidingscarrière, dat pikt de arbeidsmarkt af. En daaronder, er is ook een onderkant van de arbeidsmarkt, ja. Daar komen mensen dus heel erg moeilijk terecht. Ook al zijn er banen, je zal zien dat het jongeren en mensen met een hoge opleiding en echt veel ervaring al hebben, al werkervaring hebben, mevrouw Poot, die komen aan de bak. Degene die al 8, 9 jaar in die bakken zitten, die komen er niet. En wat in mijn aanpak zegt, help ik ze juist een stapje zitten. Verder. Nee, juist help ik ze een stapje verder, zodat ze werkervaring kunnen opdoen. Ze kunnen werken aan hun kwalificaties, zodat ze weer nog gemotiveerder worden. Terwijl die arbeidsmarkt nu op dit moment voor hun echt ver beyond hun verwachting is, dat komt ietsje dichterbij. Ik bied ze een perspectief, mevrouw Poot. Kijk, en daar, u bent ze aan het treiteren met alleen maar strenge maatregelen, terwijl u donders goed weet dat ze never nooit in die arbeidsmarkt een plek gaan krijgen. En nogmaals, hè, het valt me echt tegen. Ik word wel emotioneel van zoals u echt ernaar verwacht, kijkt. En nogmaals, hè, ik strijd daar echt voor in de gemeenteraad. Het stuit me zo tegen de borst om mensen zo af te schrijven. Dat je mensen kansen moet geven en weer stukje voor stukje naar de arbeidsmarkt moet brengen, daar vinden wij elkaar. Daar vinden wij elkaar echt. Maar wat u doet, is tegen mensen zeggen, blijft u maar lekker in de bijstand zitten. Blijft u maar lekker zitten, wij geven u een stukje vrijwilligerswerk, wij geven u een stukje vergoeding daarvoor, blijft u maar lekker zitten. Daar strijd ik voor. En u zou er ook voor moeten strijden. Mensen verdienen een kans op de arbeidsmarkt en u neemt die kans mensen af. Wij creëren kansen en die ook nog mensen verder op weghelpt om aan hun kwalificaties te werken in een veilige omgeving, vertrouwde omgeving. En ik ben ontzettend blij dat de stedelijke wethouder Arjen Vliegentart ook zo naar kijkt. Wij hebben tussen de regels in de ruimte gevonden wat helemaal conform de landelijke wetgeving is. U bent de afgelopen jaren in Den Haag aan koers geweest, dus... Wat dat betreft past het helemaal in het plaatje ook van Den Haag. Geef die mensen nou eens een keertje kans. Okay. In plaats van juist meneer, mensen... De boodschap is duidelijk, mevrouw Oosterhoek. Ik heb dan een vraag aan u. Wat mevrouw Poot zegt, u zegt ik help ze op weg. En ik geef ze wat meer ervaring, zodat ze misschien op termijn toch nog werk kunnen vinden. Maar hoe zorgt het er niet voor dat deze mensen gewoon hierin vastblijven en denken ik vind het wel best? Want daar komt het misschien nee, wel op het moment, ik bedoel, daar vindt ook natuurlijk die, op het moment dat er werk is en zij worden natuurlijk in die coöperatie ook aangemoedigd om die stappen te maken richting die arbeidsmarkt. Ja. Het is maar die ruimte wat we waar geven. Waar zit dan de prikkel, waar mevrouw Poot de prikkel zit hem erom dat ze op een menselijke manier gewaardeerd worden en gemotiveerd worden om op weg te gaan. In plaats van continu getoetst te worden. Heb je dit gedaan, heb je dat gedaan, heb je zus gedaan. Dus in dit project ga je naast de mensen staan. Mm-hmm. En dat is de toegevoegde waarde. Het is een experiment, maar wij gaan het straks bewijzen dat het echt goed gaat werken. Oké. Okay. Nee, wat u doet, is mensen met vrijwilligerswerk. De ene vrijwilliger beloont u, de andere vrijwilliger beloont u niet. En de vrijwilliger die in de bijstand zit, krijgt straks een comfortpositie. Waardoor we, en dat meen ik oprecht, ook straks in Amsterdam gewoon mensen te weinig hebben om banen uit te voeren. Ook die verantwoordelijkheid zou je moeten nemen om te zeggen, er zijn straks zoveel mensen nodig. En ik heb het maar weer, hè. Ik heb het maar weer over de leraar, over de verpleegster, maar ook over de loodgieter, ook over de bouwvakker. Er zijn zoveel mensen nodig en wat u doet is zeggen, blijft u maar lekker in de bijstand zitten. Absoluut niet. Maar u zou daar absoluut andere positie. Ik zorg ervoor dat ze in die voorfase al aan hun kwalificaties kunnen beginnen, zodat ze dan eruit kunnen stromen. Heel helder, maar nog even wel. Kijk, u zit allebei heel duidelijk op een andere lijn. Maar waar is de menselijke maat in dit geval bij de VVD? Waar is dat? Dat proef ik bij GroenLinks in dit geval wat meer dan bij u. Ik vind de GroenLinks-mentaliteit totaal niet de menselijke maat. Hè? Ik vind de menselijke maat is zorgen met elkaar dat je weer aan de slag gaat. Hè, ik spreek zoveel mensen, ik vertelde het net ook. Ik heb vorig jaar met mensen gesproken in de bijstand die 9 jaar lang geen contact hadden gehad met de gemeente. Dat is toch raar?
Wat we toch willen met elkaar is dat iedereen een rol heeft in de maatschappij. En dan moeten we toch juist met elkaar zorgen dat we zoveel mogelijk mensen aan de slag krijgen. Maar de VVD kijkt dat ook altijd naar begroting en naar centen en naar hoeveel je moet uitgeven. Gerrit Salm zei ooit, iedere euro kun je maar één keer uitgeven. Absoluut waar. Die reïntegratieprojecten, die zijn hartstikke duur. Die kosten heel veel geld. Ja. Dit is misschien goedkoper. En het effect is... Daar wil ik wel een antwoord op. Hoe kijkt u daar dan tegenaan? Nou, kijk, zoals ik al zei, vrijwilligerswerk, echt, wij zijn daar groot voorstander van. Mm-hmm. En als we kijken naar de reïntegratietrajecten, ja, daar zijn wij ook heel kritisch op. Sommige dingen zien we echt heel goed werken. En wat je vaak heel goed ziet werken, is, nou, ik zal maar zeggen, individuele begeleiding. Echt gewoon zorgen, en daar vinden we elkaar, hè? Mm-hmm. Echt gewoon zorgen dat mensen stapje voor stapje naar een betaalde baan worden gebracht. Maar wat je duidelijk ziet, wat niet werkt, is mensen maar in een situatie houden. Mensen op een plek houden zonder dat daar perspectief is. Dat werkt nooit. En dat hebben we ondertussen wel met elkaar uitgevonden. U lacht. Ja, ik lach. U neemt dit niet serieus? Ik neem het automatisch serieus. Waar ik lach is... Ik probeer mijn cynisme te onderdrukken, want u heeft zo'n zwarte beeld van wat wij aan het doen zijn. Hierin creëren we juist aan de ene kant, we doen twee dingen. We creëren werk, dus er ontstaat binnen de gemeenschap ontstaat er werk. Er wordt creatief over nagedacht, maar een werk wat past eigenlijk, laagdrempelig, wat mensen met elkaar kunnen doen. Van fietsenmaker tot meubelmaker, van alles. En aan de andere kant wat we doen is mensen perspectief bieden. Waardering te geven met empathie. Te kijken, goh, wat heb je nou nodig? En dat werkt niet als de overheid dat zegt. Dat hebben we nou gezien met die dure reïntegraties. U bent van minder overheid. Mm-hmm. Dit zou u toch geweldig moeten aanspreken. Dat er een burgerinitiatief is in Hartje Oost. Die veel goedkoper werkt, werk creëert... empathisch mensen verder motiveert en perspectief biedt. U wordt op uw wenken bediend, maar u ziet het niet. U zegt daar vinden wij elkaar. Maar daar vinden wij elkaar helemaal. Waar wij elkaar niet vinden, is dat wij zeggen... wij vinden het raar dat de overheid de ene vrijwilliger betaalt... en de andere vrijwilliger niet. En we vinden het ook nog eens een keertje heel erg slecht. Want door de vrijwilliger in de bijstand te betalen... belemmer je hem of haar... uitstroom naar voordat voordat we in cirkels draaien, ik heb nog een paar laatste vragen. Eigenlijk, kijk, dit project is nieuw. Misschien werkt het, misschien werkt het niet. U heeft landelijk goed gewonnen, althans uw partij. Krijgt misschien regeringsverantwoordelijkheid. Zou dit ook voor landelijk kunnen gelden? Is dit ook misschien een nieuwe opstaan naar een landelijk beleid wat u betreft? Ik vind in dit soort dingen dat er meer ruimte moet komen om maatwerk ook vanuit de gemeente, vanuit de regio te maken. Ja. En daarom is het heel erg spijtig dat de huidige staatssecretaris aan Amsterdam... Nee, maar ik kijk naar de nieuwe periode. Dat zou kunnen. Want wat hier gebeurt, wat wij doen, is een aantal dingen wat parallel verkokerd naast elkaar zit, hebben we bij elkaar gebracht en daarmee geven we perspectief van dus mensen. Dus GroenLinks zegt dat op maat. Dan kijk ik naar u van de VVD, omwille van de tijd ook even heel kort. Zou dit op landelijk niveau kunnen, denkt u? Als het hier kan het ook in Leeuwarden bijvoorbeeld? Nou ja, ik zei al, hè, wij vinden elkaar op dit soort burgerinitiatieven. En wij vinden elkaar op dat het super is als mensen zich inzetten. Maar zou je dit ook landelijk kunnen gaan invoeren? Maar wij elkaar niet vinden, en waar ik dus ook van vind dat we dat niet landelijk moeten invoeren, is dat je mensen in de bijstand daarvoor gaat betalen. Dat is nou net niet hoe je de juiste prikkel geeft. Ja. GroenLinks en de VVD gaan misschien samen in een kabinet. Nu zie je al dat het niet strookt. Gaat dit nog wel goed komen ooit, denkt u? Gelukkig ga ik daar niet over. Dat weet ik, maar toch, u gaat daar niet over. Nee. Maar u bent wel lid van die partij. Ja. U bent volksvertegenwoordiger van die partij. Wat vindt u daarvan? Zoals ik al zei, gelukkig zit ik niet aan die tafel. Ja, ja. En weet ik niet wat daar allemaal gewisseld zal gaan worden. Ik weet het dus niet. Mevrouw Uzutok, het laatste woord aan u. We gaan ons best doen om ook te overtuigen dat het echt op een andere koers moet. Meer empathie en meer perspectief te bieden. En ik zit ook niet aan de onderhandelingstafel. Oké. Okay. Dus, nou, dan blijven we wat dat betreft bij deze tafel. Ik dank u vriendelijk voor uw komst. Graag gedaan.